3.4, oog en bril. Hier zie je een afbeelding van het oog. En de belangrijkste onderdelen voor deze natuurkundige paragraaf is de pupil, dat is de opening, in de iris, de lens, een bolle lens zoals je ziet, en het netvlies, daar wordt het beeld ondersteboven op geprojecteerd. Nou, hoe zien we eigenlijk? Het licht passeert het hoornvlies, vervolgens de ooglens, dan gaat het door het glasachtig lichaam en dan valt het op het netvlies en dan krijgen we dus een beeld ondersteboven te zien. De hersenen vertalen dat vanzelf in een rechtopstaand beeld. Je hoeft niet precies de werking van alles en alle onderdelen te weten. Zoals je ziet, zie je die penis ondersteboven. Waarom? Er is hier een gaatje. Dat is de pupil. En je ziet de lichtstralen die snijden elkaar. Vandaar dat het boven-onder wordt. Links en rechts wordt ook verwisseld. En door de juiste werking van de lens krijg je een scherp beeld. De pupil, zoals ik zei, is de opening in de iris. Als er nou veel licht is, dan zie je dat de pupil klein wordt en bij weinig licht uiteraard groot. Kijken we naar de afstand tussen de lens en het netvlies, dan zien we dat die afstand eigenlijk altijd wel vrijwel constant is, rond de 17 mm. Dus je beeldafstand bij het oog staat vast. Wat kan je oog dan doen? Als je dichterbij kijkt, kan je lens boller worden. Je wordt wat sterker, zoals je hier ziet. En dat platter en boller worden heet accommoderen. Dus als een voorwerp dichterbij komt, wordt de lens boller. Er zijn verschillende oogafwijkingen. Eén is bijziendheid. Zoals de naam het zegt, bijziende ziet dichtbij goed. Maar veraf zie je niet goed. Waarom? Zoals je hier ziet, het beeld komt voor het netvlies. Wat doe je dan? Je zet er een holle lens voor, die heeft een divergente werking en dan komt het beeld wel op het netvlies. Nou, hoe ontstaat dat? Als je nou veel leest of een tablet kijkt, dan moet je oog eigenlijk steeds gaan groeien als je dichtbij kijkt, deze afstand, om toch een scherp beeld te krijgen. En dat is een van de redenen, of je lens is gewoon iets te sterk. Een verziende, je kan in de verte zien, maar dichtbij, zoals je hier ziet, komt het beeld achter het netvlies. En dan is de correctie met een bolle, oftewel een positieve lens, nodig om een scherp beeld te krijgen. Als je oud ziet, dan is de lens niet meer zo elastisch. En dan heb je een positieve lens nodig. Zoals je ziet, als je dichtbij kijkt, komt het beeld achter het netvlies. Zet je hier een positieve lens voor, dan komt het beeld wel, als het goed is, mooi op het netvlies. Dioptrie, dat is de eenheid van de sterkte van de lens. Dus ik heb bijvoorbeeld min 3 dioptrie. En die sterkte van de lens kun je uitrekenen met 1 gedeeld door f, 1 gedeeld door de brandpuntsafstand. Die s is de sterkte in dioptrie en de f is de brandpuntsafstand, let op, in meters. Dus stel je voor s is 2, dan is die f 2, dus 1 gedeeld door f. Wil je f hebben? Dan wordt het 1 gedeeld door S, 1 gedeeld door 2, is een halve meter, oftewel 50 centimeter. Een voorbeeld hier, een leesbril heeft een brandpuntsafstand van 33 centimeter. Wat is de sterkte? Je maakt er meters van, en dan is de sterkte 1 gedeeld door de brandpuntsafstand, en dan wordt het plus 3 dpt dioptrie. Dus, als je brandpuntsafstand kleiner wordt, wordt je sterkte groter. Dus is dat ook logisch. Hoe kleiner je brandpuntsafstand, hoe sterker je lens. Nog een paar vragen. Waarop valt het licht om een beeld te vormen in je oog? Dat is uiteraard het netvlies. Bij veel licht is de pupil klein uiteraard, W. Wat is nou constant in je oog? Je oog.
Dat is de beeldafstand. Die kan veranderen door bollig of platter te worden je lens, door te accommoderen. Hoe heet het als de spiertjes rondom de lens verstellen? Accommoderen, B. Als je bijziend bent, wat is dan het probleem? Dan is je lens te sterk. Welke lens heb je nodig als je bijziend bent? Een negatieve. De laatste, hoe sterk is een lens als de brandpuntsafstand 35 cm is? Nou, dan wordt het S is 1 gedeeld door F, 1 gedeeld door 0,35 en dan krijg je 2,9 uit. Dat was de les.